Welkom dames en heren bij het spel Nox Timore. Het is een horror game. En ik heb dat lang niet meer gespeeld op mijn kanaal. Oké, wat vinden we hier? Een prachtig botermesje. Hallo meneer de botermes. Wij zijn hier in een soort van mooie kamer. Het is niet heel erg lichtgevend, maar met de F hebben wij dus een flashlight. Oftewel een zaklampje. Ik ga door deze deur. Oh. Oh, wat een heerlijk scharnier. Laten we dat nog een keer horen. Oh, heerlijk. Waarom gaat die deur uit het... Oh, die gaat uit zichzelf dicht. Dat is handig. Nou, hier... Wat valt hier te beleven? Ik zie daar een wasbakje staan. Hallo, meneer de wasbak. Wat zit daarin? Bloed. Van een vreemdeling misschien. Ik weet het niet. En hier hebben we een soort van... Wat is het? Weer een kast. Maar we kunnen voor de rest niet veel doen hier. Ik loop maar weer terug. Is het... Oh! Waarom staat daar een mannetje? Hallo? Ik weet niet waarom je er staat, maar daarnet stond er helemaal niks. Oké, ik ga hem openen. Hallo? Wat doe jij? Helemaal niks, toch? Hij kijkt me aan. Oké, dat is goed. Ik vind het best. Blijf maar staan daar. We gaan naar de kamer terug in de hoop dat er niks gebeurt. Zo. En doe maar weer dicht. Goed, zo. Ik loop hier naartoe. Kunnen we hier nog wat vinden? Helemaal niks. Hier, die kast zit hier niks in? Nee. Moet ik niks met dat beest doen? Dat monstertje? Ik weet niet waarom dat er zat. Ik zie hier een stoeltje. Ik kan niet heel weinig doen. Ik ga maar weer terug. Ik denk dat dat monstertje mij gaat helpen. Oh, waarom staat hij daar in één keer? Ik vertrouw dit niet. Ik weet niet wat ik met dat monstertje moet doen. Hallo? Hallo meneer. Ik ga gewoon langs u. En u doet helemaal niks, hè? U bent gewoon aardig, u bent een vriendelijke geest. En voor de rest helemaal niks, toch? Goed zo. Ik ga maar weer terug. En die deur slaat uit zichzelf. Goed zo. Wat hebben we hier? Oh, ik heb wat gevonden. Ik pak een boekje. En ik ga weer heel voorzichtig terug, ja? Alsof ik helemaal niks heb gedaan, oké? Ik ga weer hier naartoe. En ik hoop je wel weer te zien, of niet. Liever, ga gewoon weg. Oké. Oh, dat is eng. Waarom gaat hij achter me aan? Gaat dit? Ja, hij is dicht. Oké. Wat kunnen we hier vinden? Het is een gang. Waarom is deze gang is langer geworden? Hoe kan dat nou? Hij was eerst helemaal niet zo lang. Ja, nou, hij is gewoon gekrompen. Het is ineens een grotere kamer geworden. En wat zien wij aan het eind van de gang? Is dat een raam? Het is een deur. Ik ga er maar eens doorheen. Oh. Ik zie daar niks. Oké. Ik ga er weer doorheen. Wat een mooi geluid. De tweede. Again. Ik heb... Dit is niet goed. Hallo? Dit zijn heel veel poppen. En wat doen jullie hier? Zijn jullie bij om hier iets te doen? Ik weet niet. Hallo? Jullie zijn lief, hè? Ja, jullie zijn lief. Ik ga met jullie meedansen. La 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 la. In het licht van de laser. En daar, wat hebben we hier? We hebben nog een kaartje wat we kunnen oppakken. Een I can escape. Zijn het er nou minder geworden? Nee. Kom, we gaan allemaal een dansje doen met elkaar. Dat lijkt me heel erg tof. Ik denk dat ik maar weer terug moet. Da 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 da. Oi. Da da. Hey Gerard. Hey Jozefief. Hey Jozefief. Jozefief? Wat een naam. Waarom heb je zo'n rare naam, Jozefief? En Alpha. En Leonardo. Wat een rare namen. Ik ga maar weer weg hoor. Ik heb hier niks meer te zoeken. Ik verlaat jullie. Excuus. Ik ga namelijk hier naartoe. Is dat goed? Doei jongens. Ach. Wat. Oh shit. Ik ga maar weer terug. Daar is de deur weg. Waarom is een deur in één keer weg? Ik loop me gewoon daar naartoe. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dat weten jullie ook niet. Jullie zitten te luisteren naar mijn stem. En jullie denken, Vincent, stel me op mijn gemak. Ik ga dat proberen. Ik ga dat gewoon doen. En hier zien we Bart. Ja, ik heb hem opgepakt. Gebeurt er niks. Nee, niet meer zo'n keiharde scare jump waar mijn oren gewoon een 20 dB opvangen van het muziek. Nee, helemaal niet. We kunnen gewoon weer verder. Want misschien is er wel weer iets anders aan de andere kant van de kamer. Er is een gangetje bijgekomen. Aha. En er is een deur. En... Oh, die crap. Die deur ging uit zichzelf bewegen. Zeg je dat? Wat is dit op de grond? Zijn het bolletjes? Zijn de bollen? Zit hier geen mollen onder de grond? We weten het niet. Ik weet het niet. Ik ga door deze deur. Hij kraakt net zoals de andere. Er is niks verdachts. Er gebeurt ook helemaal niks nu.
We moeten rustig blijven. Dat is het enige wat telt. Weer een molletje hier. Buurman Mol komt hier gewoon langs van kut. Oh shit. Er staan een wezen aan lopen. Oh, ik wist het niet. Oké. I'll come back anyway. Dat was een heel raar monster wat op mijn beeldscherm zat geplakt. Het geluid is echt keihard, ik weet het. Ik heb ook wel eens dat ik gil, maar dan dat kan nooit zo hard zijn als wat je net hoorde. Och, dit is altijd zo erg bij die horror games. Wat gebeurt er? Ik hoor een donderslag. Ik kijk automatisch achter je. Want je weet dat er gewoon iets kan zijn. We lopen door. In de hoop dat er niks gebeurt. Dat gebeurt sowieso al wat dadelijk. Want daar zien we namelijk een stukje. Weer een papiertje, die moeten we oppakken. Hallo, papier. You have no other choice. Ik heb inderdaad geen andere keuze dan door deze deur te gaan. Maar we kunnen ook daar naartoe. Heb ik geen andere keuze? Klopt, ik moet echt door deze deur heen. Ik heb geen andere keuze dan door hier heen te gaan. En hier gaat iets gebeuren. Oh, een hoofd. Ik word gek. Locked. Deze deur is locked. Hier kan ik niet in. Misschien kan ik in deze deur. Of in die deur. Het is een gokje. Die is ook locked. En die is ook. Deze is open. Ik ga door deze deur. Het is een soort van bibliotheek. En in de bibliotheek gaat altijd van alles mis. Waarom? Ik heb geen ervaring, maar ik weet gewoon dat in een bibliotheek dat er iets achter ons aangaat. Je hoorde al iets kraken. Of waren jullie dat? Jullie waren dat stiekem, hè? De kijkers, jullie zitten proberen me gewoon bang te maken. Ik ben ook helemaal niet bang. Alhoewel, wat hoor ik toch voor gekraak? Is het hier? Het komt hier vandaan. Wat is dat? Het zijn twee ogen. En die ogen staan... Huh? Waarom zag ik die ogen net wel en nu niet meer? Oké, je ogen komen dadelijk om af. Dit is gewoon geprogrammeerd. Dit is serieus geprogrammeerd. Wanneer Vincent aankomt, gaan we allemaal eens even lekker Vincent stuipen. Oh, een sleutel. Een toilet key. Waarom zat die? En een noot? Hebben we een noot? We hebben een noot. En ik heb het niet zo op mijn noten. Zang? Zo zeg je dat toch? Ik weet niet. Ik heb een noot. Ik noot. Jij noot. Wij hebben genoot. We hebben genoten. ja. We gaan een liedje zingen. Helikoptertje. Helikoptertje. Geesten zijn hier niet. Daarom zing ik nu dit lied. Ren maar naar deze deur. Dan gaan wij snel er doorheen. En dan gebeurt er niks. En dan kunnen wij naar de toilet. Ik zit nou in het toilet. Moet ik plassen? Moet jij plassen? Oh, hier heb ik een scheidteken aan. Maar we openen deze deur. Daar zit niks in. Een wc-pot. In de tweede deur zit... Jullie zitten nou zo voor je camera, ik weet het. Jullie zitten het geluid zacht te maken. Ook helemaal niks. En er zit daar natuurlijk ook niks in. Kijk, dat is ik. Kijk eens. Helemaal niks in deze wc-pot. Waarom deze angst, mensen? Ik ruik angst bij jullie. Er is helemaal niks aan de hand. Het is gewoon een simpel toiletpotje. En een noot. Wie heeft die noot? Ik heb die noot niet gezien. Oh, crap. We kunnen door. Moeten we niet hier zijn? We moeten hier iets vinden. We kunnen niet met lege handen weg. Oh, daar is een sleutel. Ik heb een sleutel gevonden. Yes! Ja, maar daar ben ik! Flintstone, niet de Flintstone. Dag meneer. U wist dat ik hier naartoe ging, hè? U wist het. Wat is dit? Een lampje. Een flashlight. Ik wil die flashlight oppakken. Kom op. En ik wil dat papiertje ook oppakken. Ik wil ze eigenlijk allebei oppakken. Hier? Ja? Rustig aan. Ik pak hem. Ik probeer hem te pakken. Het lukt niet. De noot kan ik oppakken. De noot heb ik opgepakt en nu de flashlight. Kom maar, zaklampje. Kom maar. Ik wil je oppakken. Ja, kan het? Yes. We hebben hem. We hebben het flashlampje. Kunnen we hier iets vinden in deze kamer? Mollen. Alleen maar mollen. En voor de rest helemaal niks. Alleen maar mollen. En staat die vent nog steeds om de hoek? Hallo, jij hebt me opgewacht, hè? Maar jij bent braaf. Oh, je hebt zelfs een vriendje meegenomen. Nou, ik vind het helemaal goed. We gaan door naar deze kamer, want we hebben nou die flashlamp. En nu kunnen we tenminste wat zien. Oh, ik vind het niet leuk. Ik hoop het jullie ook niet. Dat is toch gemeen. Nee, maar dan leven jullie met me mee. Dat scheelt. Ik ga niet meer verder, hoor. Ik moet wel verder. Ik moet deze lange gang door. Ik doe gewoon zo. Nee, dat is onprofessioneel. Ik weet het. Ik hoor de muziek harder worden. Ik hoor een bons. Gaan we ontsnappen?
De muur wordt dunner. We gaan de trap af. Oh, wat leuk. En zitten we nu serieus in een dolf? Alsjeblieft. Laat het geen... Wat? Wat is dit? Wat? Een kamer. En op die kamer staat een lichtje. Hallo meneer, lampje en een stoel. Dit is echt een hele creepy game, maar ik snap nog steeds niet wat het nut is van deze game. Ik ga maar gewoon verder zoeken. En hier hebben wij een niet... Jullie dachten een doodlopend kamertje. Wordt het een mindfuck? Wordt het een mindfuck, mensen? Ga ik een soort van zeggen van... Waar zit ik nu? Wat moet ik nu in vredesnaam doen? Het lampje, dat stel me wel gerust, weet je wel. Van, ja, er is een lampje. En hier loopt het dood. Dus we kunnen niks anders dan hier naartoe lopen. En deze gang uitlopen naar de volgende kamer. En dat zit hier. Hallo meneer de kamer. Oh, dit loopt aan die. Oh, ik snap hem. En daar ligt wat op de grond. Het is een noot. And every night. En elke avond. Of elke... Haha, oh. Leuk geprobeerd. Maar nu moet ik naar de andere kant. En nu gaan wij dus hopend dat er niets gebeurt. Ja, ik kan wel zeggen dat er iets gebeurt, maar ik wil gewoon het spel uitspelen. Kom op, laat me het spel uitspelen. Ik heb geen zin meer in dit. Nou ja, geen zin. Ik ben er klaar mee. Want... Oh! Wat? Hier staan doorzichtige mensen. Hallo? Jij bent doorzichtig en... Waarom zijn die mensen nu niet meer? Oh, hij staat nu... Hè? Oh, kijk. Je ziet in het licht, zie je ze alleen. Ik ga langs ze heen. Want dan kan ik ze ook niet aanraken. Hé. Hey. En dan gaan we door deze deur. Dan gaan we hopelijk verder komen. Ja. Kom maar op. Gaan we weer schrikken dadelijk? We gaan weer schrikken, hè. Dat zijn altijd weer die lange gangen. Van die langere, donkere, duistere gangen. En ik zie wat in de verte. Het geeft licht. Het geeft zeker licht. En het knippert. Het is een knipperlampje. Het is Gerard Joling. Of het is een flikkertje. Ik weet het niet. Nee, Gerard Joling is een geweldige man. Ik vind het een geweldige man. Het is een noot. En er staat op. You're trapped in it. Je bent gevangen in het. Doolhof, denk ik dat ze het over hebben. Ik hoop niet dat ik gevangen ben hier. Een lampje. Oh. We moeten dus deze ontwijken. Laten we zeggen... Wacht even. Ik ga zo er langs. En dan gaan we naar het volgende lichtje. Zo. Zo raak ik niemand. Klopt. Vincent, dan gaan we naar het volgende lampje. Goed zo. We gaan door deze stellages. Het zijn stellages. Oh. Waarom zo hard? I'm glad to see you here. Ik ben blij dat ik je zie. Alweer. Je kan vluchten, maar... Ik zal altijd terugkomen. Je hebt geen choice. Je hebt geen keuze. Je zal niet ver van me zijn. Ik ben een deel van jou. Dit is mijn wereld. Waar je leeft in en elke nacht zou je erin gevangen zitten. Oh. Jeetje. Dit was een game. En ik hoop dat het leuk vonden. Ik heb hem uitgespeeld en ik ben blij toe. Geef een like als je bent geschrokken. Geef een like voor mijn hart. En vergeet te abonneren in het midden van het scherm. Tot de volgende video. Doei doei.